Goedenavond, welkom bij de wekelijkse lottotrekking. Het is vandaag zaterdag 5 maart en de jackpot staat op 21,5 miljoen euro. Laat de ballen maar vallen, Gerwin. Goedenavond, Nathalie en iedereen thuis. Het wordt spannend, want de jackpot staat vanavond dus op maar liefst 21,5 miljoen euro. De notaris heeft eerder vanavond de 6 getallen en een kleur getrokken. Dan is het nu tijd voor de uitslag. De eerste bal is 2. Dan hebben we nummer 8. En de derde bal is nummer 41. Nummer 4 is 9. En de vijfde bal is 28. Dan de laatste bal, 44. En als je ook de kleur goed hebt, dan win je de jackpot. De kleur deze week is geel. Dankjewel, Gerwin. Ik zet de ballen nogmaals voor je op een rijtje. 2, 8, 9, 28, 41, 44 en de kleur is geel. En dan nu het moment. Is die jackpot gevallen? Helaas, Nathalie. De jackpot is deze week niet gevallen. Maar gelukkig kun je volgende week opnieuw meedoen. En dan staat de jackpot op maar liefst 21,9 miljoen euro. Je hebt op prijs als je 2 of meer getallen goed hebt. Hoeveel winnaars zijn er deze week? Dat ga ik je vertellen. De notaris heeft ze opgeteld, Nathalie. Deze week zijn dat 246.857 winnaars. Allemaal van harte gefeliciteerd. Wil je deze uitzending terugkijken? Ga dan naar onze site sbs6.nl/lottotrekking. Hier vind je ook de uitslag van Cijferspel van deze week. Dit was de trekking. We wensen je een hele fijne avond. En tot volgende week, direct na Hart van Nederland.